Het is inmiddels bijna een maand geleden dat de Duitse politie is begonnen met controleren aan de grenzen. Duitsland is met de verscherpte grenscontroles begonnen om de binnenlandse veiligheid te beschermen en om illegale migratie tegen te gaan. De Gelderse grensstreek maakte zich zorgen over oponthoud en lange files aan de grens. Maar nu, bijna een maand later, lijkt het allemaal mee te vallen. Een maand geleden zagen veel mensen er enorm tegenop. Tegen de lange rijen die de controles zouden veroorzaken. Ja, een beetje onzin. Alle terroristen zijn in het land, toch? Nou, ik vind er zoveel politie. Ik vind het echt wel. En net zag ik daar iemand aangehouden worden. Dus daar kijk je dan toch ook naar. Dat je denkt, oké, er gebeurt wel wat hier. Ook Gelderse grensgemeenten sloegen alarm. Burgemeester Hubert Bruls bijvoorbeeld van de gemeente Nijmegen vreesde dat vooral grensbewoners last van de controles zouden hebben. Het is niet anders. We hebben ermee te maken. Nu een paar weken verder lijkt het allemaal mee te vallen. Ik heb er nauwelijks iets van gehoord. Ik heb overal nog navraag gedaan voor dit interview. Niemand kan mij nou echt vertellen dat er nou hier bij ons net over de grens, Kruisborken, zeg maar, dat district daar, dat daar nou iets gebeurd is. Nou, ik merk er niet veel van hoor. Ik kom bijna elke week hier. Hoe vaak komt u eigenlijk over de grens hier in Duitsland? Eigenlijk wekelijks. Ja, meestal boodschappen doen of tanken. Ik woon vlak over de grens, dus dat is makkelijk. Niemand die mij heeft aangehouden of zo. Geen controle. De Duitse Bundespolizei heeft tot 30 september 50 mensen die de Duits-Nederlandse grens overstaken de toegang tot Duitsland geweigerd. Duitsland blijft zeker een half jaar het inreizend verkeer steeksproefsgewijs controleren.